Hoi en wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkus en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vorige week kwam er een video online waar jullie fanatiek op gereageerd hebben. Maar ook hij is goed besteld. Ik kreeg veel reacties met of ik hem misschien zou willen maken met houdbare materialen. Nou ja, heel erg leuk. Dus het gaat om dit bloemstuk. En ja, natuurlijk kan ik dat jullie vragen en ik doe het. Dus heb je zelf ook leuke ideeën wat je graag zou willen zien, mag je dat altijd even in een reactie zetten. En wie weet neem ik het mee in de volgende video. Dus ik zou zeggen, heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op het kanaal is helemaal gratis, dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En wil je het pakket van vandaag graag bestellen? En hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Wees snel bij, want op is op. En dan zou ik zeggen, laten we gauw gaan beginnen. Als je het bloemstuk de vorige keer hebt gezien, dan weet je dat hij eigenlijk ook ongeveer hetzelfde wordt opgemaakt. Ik knip eerst de polygoonstokken. Ik wil er wel weer even bij zeggen, wil je hem laten weggooien? Gooi het dan niet in de groenbak, maar even in de grijsbak. En dat ga ik weer bevestigen op een stuk karton. Ik gebruik een iets langer stuk karton. Je kan, als je wat kortere stukjes hebt, kan je het even aan elkaar plakken. Want het is gewoon een basis die je eigenlijk niet weer ziet. Het leuke van het bloemstuk is dat je hem eventueel ook kunnen ophangen. Dus heel erg leuk aan de deur. Ook een leuk ideetje. En we gaan hem dus maken met houdbare materialen. En daarmee gaan we straks versieren. Dus ik haal jullie even iets dichterbij. Dan kunnen jullie precies zien wat ik doe. Nou, dit wordt onze basis. En ik knip allemaal kleine stukjes. Ik wil hem nu iets smaller en wel iets langer. Dus dat gaan we ook doen. Gebruik je voor een goede scherpe snoeischaar. En het is ook heel leuk trouwens om verschillende diktes te gebruiken, of een beetje trapsgewijs of verschillende lengtes te doen. Dan krijg je ook een heel apart bloemstuk, maar je kan hem ook gewoon zo recht doen. Je kan ook eventueel zo en dan een keertje weer zo. Lijmen we de polygonen op het karton en op het eind doe je dat nog een beetje aan elkaar vast. We gebruiken verschillende mooie materialen. Ik heb bijvoorbeeld vetplantjes. Ik heb wat mos en ik verdeel het mooi hier in het midden. Ik heb ook wat schelpjes en decoratiemateriaal. En dat lijm je er eigenlijk gewoon op. En ja, dan kan je hem eigenlijk gewoon versieren zoals je zelf leuk vindt. Je kan allerlei materialen gebruiken. Waaronder ook droogbloemetjes bijvoorbeeld. Dus ja, ik zou zeggen, versier het gewoon zoals je zelf wil. Vetplantjes kan je, de rotsplantjes kan je gewoon zo droog erop lijmen. Blijven dan heel lang goed. Kan je even gewoon koud lijm voor gebruiken of warm lijm, maar zorg dat het warme lijm niet te warm wordt. En anders kan je gewoon een tube koud lijm gebruiken. Die staat ook wel los in onze webshop. En dit is ook heel leuk om in plaats van een krans, om dit aan de deur te hangen. Je kan dan bijvoorbeeld even een beetje vult of noppenfolie achter doen, zodat ja, het niet schuurt op jouw deur. Oh.
En dan hebben we een super mooi lang houdbaar bloemstuk. Als je hem goed aan elkaar bevestigt, kan je hem eventueel ook aan de deur hangen. Maak er een mooi touw aan. Ja, dat is toch echt geweldig. Kijk dan mooi natuurlijk met die materialen. Wil je dit nu graag zelf maken? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Je vindt er onder kopje cursuspakketten. Uiteindelijk zullen de polygonumstokken helemaal mooi bruin worden. En het past ook weer mooi bij het stuk. Dus dan, ja, je kan er gewoon lekker lang van genieten. Lang houdbaar. Echt prachtig. Goed, ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Laat hieronder weten wat je van deze video vond. En dan zien we mij bij de volgende video.